say hi to our friend, the coolest drummer in the world. Alsof ze dit al jaren doet, zit Mandy achter het drumstel tussen de oude rockers van de Foo Fighters. Die leerde ze kennen toen ze viral ging met deze video, waarin ze een nummer van de band speelt. Dave Grohl, I challenge you to a drummer. En die battle, die kwam er. Ook mocht Mandy een keer komen optreden met de band. En nu treedt ze dus weer op met de Foo Fighters tijdens een concert in Londen. Het is niet een gewoon concert, maar een herdenkingsconcert voor een van de bandleden, Taylor Hawkins. Hij was de drummer van de band en overleed plotseling een half jaar geleden. Voor het concert plaatste Mandy deze video op haar YouTube-kanaal. In tribute to my hero and friend, the legendary Taylor Hawkins. With these sticks he gave me, I'm gonna rock harder than I've ever rocked in my entire life. De avond betekent veel voor Mandy en ook voor de band en de fans in het stadion. We've gathered here to celebrate the life, the music and the love of our dear friend, our bandmate, our brother, Taylor Hawkins. Het was de eerste keer sinds de drummer is overleden dat de band weer optrad. Ook voor de band dus een emotioneel moment. De opbrengsten van het concert gaan naar verschillende goede doelen. Mandy laat op haar Insta weten dat ze het een enorme eer vond om mee te spelen. En haar vader was zo te horen super trots.